Yo mensen, ik ben weer terug van weg geweest. Waar ben ik geweest? Uh, ben ik op vakantie geweest? Nee, ik ga over, uh, even kijken. 8 hmm, uur. Ik ga over 8 uur ga ik, uh, op vakantie. Ik ga lekker naar Spanje toe. Uh, waarschijnlijk ga ik wel vakantievlogs maken. Als het wifi een beetje goed is. Dat hoop ik in ieder geval. En ik heb mijn koptelefoon verkeerd om. Zo hoor ik het goed. <laughs> het is niet alsof links en rechts omgedraaid zijn dat ik het dan niet goed hoor. Maar oké. Okay. Ik ben weer terug met een video. En het is weer eens een kletsvideo. En dat is echt behoorlijk lang geleden. Wat een kletsvideo inhoudt, is letterlijk dat ik gewoon over een onderwerp ga praten. En dat onderwerp is dit keer dat ik een aangereden hondje heb gevonden. Nou, ah, heel interessant onderwerp. Eigenlijk best wel. Let's go. Yo, je kijkt naar een nieuwe video op Kleskous. Ik ben Jelle. En vandaag gaan we dus lekker praten over een hondje. Die ik gevonden had, die aangereden was. Maar eerst laat ik jullie de lekkere donuts zien. Die ik ook gewoon lekker even ga eten. Um, het is trouwens niet gesponsord. Ik krijg het er niet af. Het staat ook echt letterlijk reclame. Ik krijg het er niet voor betaald. Al zou ik hiervoor het betaald krijgen. zou wel geweldig zijn. Ik krijg het, dan krijg je gewoon betaald om donuts te eten. Beste baan ever. Uh, ja, hm, ik ga even deze proberen. Nou, ja, lekker. Maar het onderwerp ging van dominants naar honden. Dus laten we maar gewoon meteen op het onderwerp ingaan. Uh, nou, ik ben pizza bezorger bij Domino's. Is dit genoeg bewijs? Denk van wel. Maar we gaan hier geen reclame maken voor Domino's. Daar zijn we ook niet voor gekomen. Maar in ieder geval, ik bezorg pizza's. En doe ik al ongeveer, uh, wat is het? Half jaar. Ja, ik denk een half jaar. En ik was aan het rijden. En ik zie opeens een hond midden op de weg lopen. Maar niet normaal lopen. Ik zag hem helemaal scheef lopen. En uh, het was een mopshondje. Uh, hij zag op zich best wel oud uit al. Maar het was heel zielig. Uh, want allemaal auto's reden door. Op een gegeven moment ging er eentje kijken en die reed daarna weer door. Ging er eens eentje zelfs zo omheen rijden en daarna doorrijden. Nou, ik zo, woep, scooter ervoor gepland. Ik dacht eigenlijk zo van, ja, als de scooter wordt aangereden. Hé, hey, fuck dat. Ik laat niet die hond hier vol aangereden worden, want dat is echt een weg. Volgens mij, wat mag je er? Denk dat je er... 30 of 50 mag rijden. Maar mensen rijden daar echt 80. Het is echt een... Ja, het is een weg... Waar je gewoon veel mensen veel te hard rijden. Eigenlijk op alle wegen. Maar in ieder geval die plek staat er wel een beetje onbekend. Nou, ik ga op mijn knieën bij die hond. En ik denk, komt hij op me aflopen? Nou, ik zag al dat hij heel moeilijk liep. Dus het eerste wat ik dacht was optillen en in het gras zetten. Dus ik zet die hond in het gras. Scooters staan natuurlijk nog op de weg. Uh, toen kwam er gelukkig een gelukkige mevrouw aan. En een vriend van mij. Die ook een scooter heeft. Shoutout naar Damien. En... Uh, toen heb ik uiteindelijk de scooter nog aan de zijkant kunnen zetten. Maar ik zat nog met een pizza die bezorgd moest worden. Nou, eerst ging ik natuurlijk de dierenambulance bellen. Uh, nou, ik werk elke zondagmiddag. Nee, zondagochtend. Elke zondagochtend in een dierenasiel. Best wel vlakbij hier. Maar daar zit ook een dierenambulance aan gekoppeld. Nou, dus die heb ik gebeld. En ze zeiden, nou, we komen eraan. Toen had ik natuurlijk mijn baas gebeld. Van hé, hey, ik zit hier met een pizza. En een hond die is, uh, is aangereden. Want. Nou ja, je zag niet bloed of zo. Maar je zag wel een, echt een poot die achter helemaal uit de kom was. Dus het kan ook gewoon zijn dat hij niet is aangereden. Maar in ieder geval niet op dat moment. Maar wel een keer eerder is aangereden. Maar hij zag er gewoon niet goed uit. Er moest echt hulp bij komen. En natuurlijk, er was geen baasje van die hond. Dus dan, ja, dan moet je het eigenlijk sowieso uh, de dierenambulance of iets bellen. Dus ik bel mijn baas op. Ik zeg, hey, uh, ik heb een hond gevonden die aangereden is. Uh, wat moet ik nou met die pizza doen? En toen zei ze, ja... Uh, toen zeiden ze nou, nou mijn baas is uh, super chill, dus uh, die, die uh, vond het helemaal goed. alleen ze wilden wel dat die pizza uh, eigenlijk werd geleverd, want dan zouden ze hem natuurlijk weer opnieuw moeten maken. maar ik had die vriend van me bij, ik zei eerst nog, kun jij hem niet rijden? maar uh, die vriend bleef gewoon bij de hond. ik heb nog snel die pizza bezorgd. Mm -hmm -hmm. toen was ik terug, Toen was ik blijkbaar weer gebeld door de dierenambulance uh, van het duurt wat langer, want de brug is afgesloten of zo, want ze moesten een brug over. en uh, nou, in ieder geval. Uh, uiteindelijk kwamen ze er. Hebben ze hem een beetje gecheckt. Hij zat ook echt. Uh, hij had wat teken, Hij had wat obsessen. De hond zag er niet zo heel goed uit. Het was volgens mij al wel een wat oudere mopshond. En uh, de neus was ook heel erg uitgedroogd. Dus misschien, wie weet het. Misschien liep hij al wekenlang buiten of zo. En liep hij opeens daar op de straat. Je weet het niet. Of iemand heeft hem gewoon uit de auto gezet. En, uh, en hij is mishandeld geweest. Uh, ik heb verder het verhaal nog niet gehoord. Maar hij was in ieder geval wel gechipt en het kwam van best wel ver weg. En het telefoonnummer deed het niet meer. Dus daar hadden ze in ieder geval op dat moment niet zo heel veel aan. En als het goed is, heeft hij ook uh, die avond nog in mijn asiel gezeten. Uh, dat is gisteravond geweest. En uh, alleen ja, ik kwam vanochtend er en toen was hij al weg. Maar in ieder geval, ik ga jullie even nu wat foto's laten zien van de hond. Nou, dat was dus de hond. Uh, en dan kan ik jullie nu een filmpje laten zien. Ja, het was allemaal super zielig. Maar ja, ik kon op dat moment eigenlijk ook gewoon niet meer of minder doen dan die hond natuurlijk gewoon helpen. En uh, ja, ik vind eigenlijk dat het best wel gewoon normaal is in die situatie. En helemaal niet dat je er omheen gaat rijden en gewoon die hond laat staan. Weet je wel. Dat, dat vond ik eigenlijk nog wel het opmerkelijkste. Maar ja. Uh, ja, ik vond, ik vond het in ieder geval heel zielig het... het uh... Hoe die liep, het hondje. Was echt heel sneu. Want hij, het, volgens mij, was echt. Hele rechter achterpoot. Helemaal uit de kom of zo. Want alle poten stonden goed. Maar die stond helemaal scheef. En ja, ik heb daar niet goed foto's van gemaakt of filmpjes. Maar de hond was er in ieder geval niet goed aan toe. Dus uh, ik hoop dat hij er nu goed aan toe is. Of dat hij, als hij echt heel veel pijn heeft. en er niks aan kan worden gedaan, dat hij dan maar ingeslapen wordt. Maar volgens mij wordt hij niet zomaar ingeslapen. Want ze hebben meestal sowieso twee weken de tijd voordat een baasje zich meldt. En, uh, maar ik denk dat het op zich wel goed komt. En als ik nog iets weet, dan laat ik jullie het wel horen. Want uh, ik ga misschien nog gewoon contact opnemen even met de dierenambulance. En dan hoor ik het misschien nog wel. Ik ga trouwens weer even een hap van mijn donut nemen. Maar volgende onderwerp. Ik ga over 8 uh, uur op vakantie. Ik besef me eigenlijk dat ik over 8 uur weg ga. En ik dus heel weinig slaap ga hebben. Kut. Maar in ieder geval, hoe gaat ons huis eruit zien? Ik kan jullie wel wel een beetje iets spoileren. Het is een soort van villa-achtig huis met een groter zwembad dan dat we vorige keer hadden. Meer ga ik niet zeggen. Het is een stuk groter. Maar het is dus eigenlijk gewoon echt een privéhuis. Vorige keer zaten we echt in een soort appartementencomplex. Maar nu zitten we echt in een privéhuis. Dus het gaat vast leuk worden. Uh, like als je uh, like. Wat de fuck? Ik ben echt helemaal minder. Ik heb vannacht ook niet zo heel veel geslapen. Heel veel. Ik heb vannacht ook niet zo heel veel geslapen. Uh, abonneer als je als je wilt dat ik die 10.000 abonnees haal. Ik hoop het. Uh, ik weet niet wanneer we de 10.000 abonnees gaan halen. Ik ben niet zo heel actief. Uh, dus ja, misschien wel uh, na de uh, Kletsummer. Kletsummer 2. Ik hoop het. Hey, later. Doei.